naar ons toegelopen komt Magrie-trainer Mike Strik, die vanavond zijn selectie aan de aanwezigen voorstelde. En vooral zijn plannen en hoe hij het voetbal ziet bij deze mooie club van de Amstelhoef. Mike is een van de trainers die voldoet aan de trend van het doorschuiven van eigen clubmensen. Iets van de laatste tijd. Volker deed het al eerder met Tom van Dalen. En zelfs in het hogere segment bij Ajax kwam Marcel Keizer. We stellen nu voor aan Mike Strik, trainer van Magrie uit Os. Ja, Mike Strik, nieuwe trainer van Magrie. Je gaf vanavond een uiteenzetting hier onder het, in het Jo van der Valk gebouw van deze mooie Amstelhoef. Ja, hoe is het je bevallen en heb je je punten kwijt kunnen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat we duidelijk hebben kunnen maken in ieder geval waar ik als trainer voor sta. En ja, waar ik volgend jaar in ieder geval aandacht aan wil gaan schenken. Dus ja, ik heb in ieder geval mijn zegje gedaan en nu staan de jongens die, om het volgend jaar te laten zien. Hè. Ja, je gaf een uiteenzetting, je hebt een analyse gemaakt van spelers. Dat is nog een hels kawaii geweest, denk ik. Nou ja, goed, de meeste ken ik, hè. Ik ben hier al een aantal jaar. Linkspoten, rechtspoten, ja. Karakter? Nee, ja, dat sowieso. Nee, ja, goed, ik ken eigenlijk alle jongens ken ik al. Een aantal nieuwe versterkingen hebben we erbij gekregen. Nou goed, die vullen denk ik de selectie aan. Die ken je ook? Ja, goed, een aantal van de jongens heb ik vroeger in de jeugd nog getraind. Dus ik weet wel ongeveer waar hun kracht ligt. Hun zijn later natuurlijk bij andere verenigingen zijn ze gaan voetballen. Maar daar zal geen... hele grote verschillen zijn ten opzichte van vroeger, denk ik. Ik denk dat ze er alleen maar beter op zijn geworden. Dat ze goed passen bij de groep. Ja, het is, je hebt wel een paar spelers, wel goede voetballers met een bijsluiter. Dat is een kwestie van handelen. Nou ja, goed. Ik denk dat er op zich wel meevalt. Ik denk dat ja, met name heel duidelijk moet zijn wat jij verwacht van jongens. Dat ze een voorbeeld zijn voor onze jeugdspelers hier. Ja, dat ze zichzelf van de goede kant laten zien. En ik denk dat ook niet altijd die jongens worden begrepen. Dus ik denk een samenhang van omstandigheden ja, die ervoor moeten gaan zorgen dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. En dan komt dat wel goed. Ik maak er niet zo druk over. Volgens mij zitten we niet in een goede dugout. Hè? We zitten hier in de dugout van de tegenstander volgens mij, Mark. Hè? Ja, dat klopt. Dat wel, ja. Maar maakt niet uit. Overal moet je aan wennen. Ja, even terug te komen op je voorganger, Arjen Meuse. Ik vond hem altijd een vrij tolerante trainer. En ja, niet elke groep is daar geschikt voor om bepaalde toleranties toe te laten. Heb je dan nog over nagedacht? Ga je dat anders aanpakken of zeg je van, nou, dat is prima zo? Nou ja, goed, ik denk dat Arjan een trainer is, zeg maar, die het op zijn manier heeft gedaan. En, niet de makkelijkste groep hierin van de afdeling. Wel een goede, maar niet de makkelijkste, denk ik. Nou ja, goed, ja, net zoals ik net zeg, ik denk dat er op zich wel mee gaat vallen. Ik denk dat je vooral duidelijk moet zijn en aan moet geven wat jij graag wil. En ja, goed, dan denk ik dat er reuze meevalt. Ja. Koskoen die vertrekt na een half jaar bij Magrie. Had je daar rekening mee gehouden? Of eerder gezegd, had je gehoopt dat hij bleef? Altijd gehoopt. Altijd gehoopt dat hij zou blijven. Maar hij is vanaf het begin af aan is heel duidelijk geweest dat als hij de kans zou krijgen om nog hoger op te kunnen voetballen. Streber, hè? Ja, tuurlijk. Dan moet ook denk ik, als je die leeftijd hebt, dan moet je het optimale eruit proberen te halen. Nou goed, dan gaat hij proberen bij OSS. Nou goed, ik hoop dat hij daar goed gaat doen en dat hij veel doelpunten en assists gaat geven. En, ja, goed, mocht hij dan ooit terugkomen, dan zullen wij hem altijd met open armen ontvangen natuurlijk. Ja, Jordi Sporen is weg. Dan is verder nog Martijn Kuipers gestopt. Die zou ik bijna nog vergeten. Ja, het zijn toch niet de minsten die vertrokken zijn of stoppen? Nee, klopt. Klopt. Maar ik denk ook dat wij daar aardig in gelukt zijn zeg maar, om daar vervangers voor te vinden. Een aantal jongens van andere verenigingen, maar ook zeer zeker uit de eigen jeugd. Jongens die een kans gaan krijgen. Jongens die door gaan stromen van de tweede. Dus ik zie de toekomst wel fleurig tegemoet. Ja, nou is het zo, en dat zal ik jou niet uit hoeven te leggen, denk ik. Maar je ziet vaak bij lagere clubs, en dan praat ik over vierde, vijfde klas, dan stromen A1-spelers die stromen bijna compleet over naar een eerste elftal. Maar ja, je voetbalt volgend jaar tweede klas. Dan wordt het alweer een graadje moeilijker om aan te passen voor die makkers. Nou ja, dat is zeker zo. Dat heb ik net ook aangegeven in de bijeenkomst, zeg maar. Hè, dat wij met de jeugd ook moeten zorgen dat we omhoog gaan. Dat maakt... In ieder geval de stap richting de senioren maakt dat wel kleiner voor de jongens. En we moeten ook niet vergeten dat we gewoon die jongens die moeten ook de tijd krijgen om zichzelf erin te kunnen spelen. Je moet ze de kansen geven, de mogelijkheden bieden. En dan hebben wij hier heel veel talent rondlopen. Maar goed, het is denk ik aan de trainer en aan de rest van de begeleiding om ervoor te zorgen dat hun in hun kracht kunnen gaan voetballen. En dat ze de kans gaan krijgen. En dan is het aan hun om te laten zien. Ja, je komt uit de jeugd. Ik zie ook nog altijd dat je mailen, zoals we die al een paar keer naar elkaar gestuurd hebben, dat je mail ondertekent met nog steeds dat je als zijnde in het jeugdsegment.
Ja, klopt. Ik ben ook hoofd jeugdopleiding. Dus, blijf je? Ja, ja ik ga het combineren. Nu combineerde ik dan met het tweede elftal. En volgend jaar ga ik dat combineren met het eerste elftal. En ja, goed, daar zal de doorstroming van de jeugd hopelijk ook ten goede komen. Dus dat is wel een beetje de insteek ook. Ik ken alle jongens. Ik weet waar hun krachten liggen. Dus ja, goed, hun kennen mij. En dat maakt het allemaal wel wat makkelijker voor ze, denk ik. Ja, Joey Schuurmans is wel gebleven. Is ook nogal vaak bij een andere club geweest. Heel goede voetballer. Je sterraanvaller, wil ik zeggen. Maar ja, die is gebleven. Dat zal je wel vrolijk stemmen. Ja, tuurlijk. Joey is ook aanvoerder. Dus ja, goed. Dat is een belangrijke speler voor Magriet. Dus ja. Ik noemde vroeger altijd Pietje Bel. Hè? En daar bedoelde ik het goed mee. Je vroegere voorganger hier, GB Kuipers, die moest er wel eens mee lachen. Het is echt een Pietje Bel. Hè? Als je hem eenmaal in je groep hebt en je hebt hem naar je hand gezet, dan ja, een gouden kerel, denk ik. Nou ja, goed, Joey is een winnaar. Een goede voetballer. Ja, zeker. En hij scoort makkelijk. En ja, goed, wij moeten gewoon jongens hebben die elke week alles eruit willen halen. Ja, goed, en Joey die doet dat. Joey die zal voorop in de strijd gaan en is gewoon belangrijk voor het team, ook daarmee. Dus wat dat betreft ben ik zeker blij dat hij bij Magriet is gebleven. Ja. Ja, tot slot, je zal het misschien ontkennen, maar ik denk toch wel dat je met één oog al wel eens gekeken hebt welke potentiële tegenstanders je krijgt volgend jaar. Daar heb je wel naar gekeken, Mark, zeker weten. Daar heb ik inderdaad naar gekeken, ja. Ja, goed, het is een beetje afwachten. Hè. Het kan twee kanten op gaan. We kunnen volgens mij in Zuid 1 of Zuid 2 ingedeeld worden. Nee, hè? Nou goed, ik hoop in ieder geval dat we hier de derbies mogen voetballen tegen Vinkel, Prinses Irene en hopelijk in Den Bosch een aantal tegenstanders. Dat zou mooi zijn, ja. Ja, inderdaad. Daar rekenen wij als Klichtsport dan toch ook wel op, ja. Want ja, dan Zuid 1 en dat is niet zo leuk. Nee, dat is minder interessant, zeg maar, als al de derbies voetballen, denk ik. Ja. We gaan elkaar zien volgend seizoen. Helemaal goed. Over 2 maanden. Ja, 15 augustus beginnen we.